Verscholen tussen autohandelaars en ondernemers op het bedrijventerrein Hemrik zit al jouw locatie van D-Drive, de nieuwe naam van de MBO kunstopleidings van het Friesland College. Jonge talenten in het DOP kunnen haar op deze opleiding opleiden op het meert van bijgelijks dans, drama, mode of interieurdesign. De naam D-Drive roept een soort vragen op, maar stiert van de passie die de studenten van het vak hebben moeten, willen ze deze opleiding volgen kennen. Gritine Molenbuur, bekend van dansgroep Duende, is de nieuwe artistiek leerster van D-Drive. Zij liet dus de squallen zien. Wij zitten sinds drie hier op Jupiterwaai en nou, dit is de hele entourage. Wij horen van een open structuur bij het Friesland College, vandaar al dat glas, hier, zodat je nou kan de zien kennen. Dit is de dansopleiding. Wij hebben twee dansstudio's. Hier zit een en daarachter zit nog een. En ze haalt op dit moment een beoordelingsles. Wat voor dingen doorstel je hier dan op squallen? Nou, we dansen sowieso heel veel. Het is heel veel praktijk. Verder krijgen we ook nog stukjes theorie. Dus dat gaat meer over inhoudelijk, over wat je doet met lesgeven. We lopen stage. We moeten eigen uren hebben. Dus ik geef ook al buiten al les in organisaties. En we doen projecten zoals de D-Drive uitgelicht. Aron Thies die waard van de boetenwacht een tipje van de sluier opjochten van D-Drive's creatieve proces. In Romein wie doet de première van Uitgelicht. Een presentatie en expositie waarmee de studenten zien leren wat ze al je doggen en produceren. Het doel is om mbo-studenten te bekwamen in creatief opzicht. En de doel is van, het dat nou te winnen eigenlijk in Nederland? Helemaal geen mbo-opleidingen voor de kunsten, steeds maar. En wij hebben verkozen om wel dat soort opleidingen te starten. Omdat we zorgen dat er zo ontiegelijk volle talent is, ook op mbo-niveau. En het doel is gewoon zorgen dat ze verder komen. Of net hbo, of gewoon op mbo-level in onze samenleving, daar hun geld mee verdienen. Wat maakt D-Drive oors als oren mbo kunstopleidingen in Nederland? Ik denk wel dat de manier waarop wij het oppakken, dat op hoofdlijnen wel verschillen kent van hoe oren opleidingen dat doen. Waarin dan, Miguelis? Nou, bijvoorbeeld in dat we wel heel erg uitkennen van hun eigen talent. En dat we het wel ik heel erg persoonlijk meisje van, wat zit er in die, hoe is de volgende stap in meisje. En wij combineren dat heel erg met de praktiekcomponent. Dus een protte echte praktiekreizenbuurs. En daarin verschillen we van oren, denk ik. Oké, dan gaan we nu even naar de oefenruimte van de muziek. Ik neem dat zelf altijd een bunker, maar zij zei ze oefenruimte. Dus ik ben hele grote moorden, maar oorzaan is het te loot. Dus daar rennen we nu even heen. Als het in deze is of in die oren, nou er komt wel lawaai. Ik doe artiestenmuziek hier op Poppen Media van het Friesland College. En denk je dat ze wat bereikelijk is met deze opleiding? Ja, ik eigenlijk wel. Ik heb wel behoorlijk een goede kans op de toekomst om in de muziek verder te gaan, zeg maar. Waarom? Nou, ik speel bij de band Vangrail. En ik geef drumles vlakbij Dokkum. En ik werk nog in een drumwinkel, dus ik heb genoeg werkzaamheden om rond te komen, zeg maar. Maar dat had dan niks met deze opleiding te krijgen, of wel? Nou, ik heb wel al die dingen bereikt via deze opleiding. Via stages en contacten en hoe ik moest netwerken, hoe ik aan de juiste mensen kwam, zeg maar. Wat kan deze opleiding bijdragen aan het culturele klimaat in Friesland? Nou, wij rennen nu oral stage, hè, van theater tot muziekskwalen, tot legerskwalen, tot... En je merkt dus dat langzamerhand er steeds meer mensen zijn. Ik ben die aan muziek doen of doen. Dus dat is wel een hele grote bijdrage die je levert. En dat HBO's hadden het ook altijd om, maar wij kennen en de MBO kennen dat ook. Net elke jongere mooi ambitie in de kunstzinnige hoeken wordt samen op D-Drive talitten, want er is wel een talittingsprocedure. Daarnaast jouwt de opleiding een soort vrijheid onder de studenten om haar een tijd zelf in te delen. Ik heb er persoonlijk wel eens moeite mee gehad, omdat ik je komt van een school af waar eigenlijk
tegen je gezegd van nou, dan heb je dit en dan heb je dat het verslag. En nu is het vrij van nou, leven maar ergens in de periode in. En dat is soms best wel moeilijk om je daar dan aan te houden en dat op tijd ook in te leveren. Goed, daar kan je wel afspraken over maken met je coach, dat je wel een soort van planning maakt. Ik vind dat heel goed bij deze opleiding passen, omdat je zelf ook heel vrij bent in wat je kiest en wat voor werkveld welke richting je wil. En ja, je wordt hier gewoon vrijgelaten en daardoor word je ook zelfverzekerder door, want je wordt in het diepe gegooid. En daar moet je zien uit te komen. Ik denk wel dat als je echt heel ver wilt komen, dat het echt wel een passie van je moet zijn om dit te doen. En dan leidt het meer aan jezelf dan aan deze opleiding, of net? Ja, deels wel. Ja, en deze opleiding maakt het mogelijk om voor jou zo ver te komen.